Minister Elias niet ontevreden over gezondheidszorg in Suriname. Informatieverstrekking aan patiënten moet beter. En inheemsen kamperen in de Braziliaanse hoofdstad. Goedenavond, dames en heren. Het journaal op dinsdag 24 april. Ondanks de financiële uitdagingen waarmee Suriname te kampen heeft, is het algemeen beeld van de gezondheidszorg goed te noemen. Dit zegt minister Antoine Elias van Volksgezondheid. Naar eigen zeggen stapt hij in een rijdende trein en dienen zaken nu uitgevoerd te worden. Ik denk dat wij er niet al te slecht voor staan. Ik denk dat de rijdende trein slechts nu gaat uitvoeren, want er is zoveel gepland de afgelopen jaren. Dus het is niet zo dat u denkt dat wij dat volksgezondheid stilstaat. Er is flink gepland en nu hebben we de uitvoering. AZP Beddenhuis, daar gaat u nu. Als u daar gaat liggen, gaat u de komende maanden wat ongerief hebben. Maar daarna gaat u in een super, super luxe beddenhuis van AZP gezond kunnen worden. Manoj Hendori, voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad, vindt dat de lichtdagtarieven die de ziekeninstellingen krijgen van het Staatsziekenfonds verhoogd kunnen worden. Hij gaat in op de huidige situatie van het Sint-Vincentius ziekenhuis waaraan hij leiding geeft. Laat me u het voorbeeld geven. Het Sint-Vincentius ziekenhuis krijgt 585 SRD per dag van het Staatsziekenfonds. Nou, we hebben uitgerekend per januari 2018 zitten we al op ongeveer 1600-1700 SRD. Het is eigenlijk meer dan drie maal. Dus we gaan niet het onderzijde kant vragen. We houden rekening. Wat is betaalbaar? Wat kan de regering ophoesten? Wat kan de belastinggelden ophoesten? We gaan niet het onderzijde kant vragen. Maar 585, anego. Als je kosten al 1600-1700 zijn, dan begrijpt u dat we te veel moeten inleveren en interen op wat we hebben. Dus die tarieven zullen toch wel flink omhoog moeten om ons te laten surviven. Dus u zegt tweemaal, dus dat denken we in de orde van 1100 SRD? Het zou al een stap zijn. Het zou al een mooie stap zijn. En dan gaan we later praten over hoe we opklimmen naar een echte kostendekkere tarieven. Elias, die ook lid was van de Nationale Ziekenhuisraad, zegt bekend te zijn met de situatie. De minister vindt dat er een evaluatie moet plaatsvinden over de huidige lichtdagtarieven, zodat de juiste maatregelen getroffen kunnen worden. Nou, we zijn bezig te kijken of het inderdaad rechtvaardig is dat de lichtdagtarieven verhoogd gaan worden. Worden ze verhoogd, zal dat zeker niet gelden voor de BZV-patiënten. Daar zal de regering financiële injecties blijven geven. Maar voor de luxere verzekerden, dan zal er wel een oplossing moeten komen dat het zelfvoorzienend wordt en dat de overheid niet hoeft in te springen voor een luxe verzekering tegen een laag tarief voor de zorgverlener. Dat is ook iets waaraan we hebben gedacht. Maar we zijn nog in voorbereidingsfase, maar heel gauw zullen we ook dat gaan aanpakken. Tot zover de minister van Volksgezondheid. Waarnemend directeur van het ministerie van Volksgezondheid, Maureen van Dijk Wijngaarden, wil verbetering brengen in de manier waarop er gecommuniceerd wordt met patiënten en hun families door artsen en zorgverleners. Volgens haar heeft het ministerie klachten ontvangen over hoe er informatie wordt verstrekt aan patiënten over hun diagnose. Daarin wil het ministerie spoedig verandering brengen. De meeste klachten, die kan je terugbrengen op de manier hoe de patiënt is bejegend. Toch? En kijk, als iets zoals dood en plotse dood of binnenkort dood, zijn hele ingrijpende zaken. En wanneer je niet vanaf het begin zodra je weet, moet je de familie, de patiënt erop voorbereiden. Moet je zeggen van kijk,
dit is wat we hebben gevonden. En ik weet niet hoe verder. Het kan goed gaan, het kan negatief gaan. Toch? Volgens Van Dijk moeten patiënten en hun families de juiste informatie krijgen over hun gezondheidstoestand. Patiënten moeten ook inspraak kunnen hebben op hun behandeling. Van Dijk deelt verder mee dat volgens de klachten patiënten niet altijd positief zijn over hun ervaring met bepaalde artsen en zorgverleners als het gaat om informatievoorziening. Als ik dus kijk naar hoe de klachten zijn, dan geeft de familie aan van... Weet je, we hadden het niet door. Het is niet duidelijk aangegeven. Maar stel dat je nou vanaf het begin zou zeggen van kijk, zo ziet het eruit. De ervaring of de kennis of wat dan ook die we tot nu toe hebben. Dan is er 20% kans dat je het haalt en 80% dat je het niet haalt. Maar we kunnen dit proberen. Toch, je gaat er ziek van worden. En mogelijk dat je dan nog wat langer door kan gaan. Maar ik kan je geen garantie geven dat je volgend jaar weer gaat voetballen. Toch? Dus daarmee geef je jouw eigen beperking aan, aan de patiënt of aan de familie. Dit vraagstuk heeft de aandacht van het ministerie. De waarnemend directeur van Volksgezondheid stelt dat goede communicatie tussen zorgverleners en patiënten ook onderdeel is van kwaliteitszorg. De bewustwordingscampagne voor het werven van bloeddonoren, georganiseerd door de Rotaract-club Paramaribo in samenwerking met het Surinaams Rode Kruis, is goed verlopen. Dat bevestigt Maria Tjonaloy, medisch directeur van de Nationale Bloedbank. Toch sowieso is er meer bekendheid gekomen. Ze zijn naar verschillende bedrijven geweest. Scholen zijn ze ook, instellingen, serviceclubs en sportclubs. Voor zover ik weet zijn er presentaties gehouden en informatie verstrekt. En daarna zijn er ook mensen geworven. Toch? Dus dat was in de eerste fase. Daarna zijn de mensen hier gekomen om hun eerste buisje te geven om te kijken als ze geschikt waren om nieuwe donor te zijn. Er zijn een deel is geschikt bevonden. En intussen hebben al een paar hun eerste volbloedzak gegeven. Dus de eerste echte donatie. En we zijn met dit gebaar zijn we wel heel blij dat er naast het Surinaams Rode Kruis ook andere organisaties binnen Suriname meewerken om de bloedvoorziening te optimaliseren. Ja, sowieso is het een succes omdat wij meer bekendheid ook hebben gehad in de afgelopen maanden. De campagne is in januari dit jaar begonnen en had als doel personen aan te moedigen om bloeddonor te worden. Dit om het tekort aan bloed voor ziekenhuizen op te vangen. Volgens Marlies Oeberg, adjunct-coördinator bloedinzameling, is er altijd behoefte aan gezond en veilig bloed. We hebben sowieso meer donoren naar binnen gehaald en die ze hebben opgegeven. En via deze campagne geven mensen ook aan, ja, ze worden donor, ze worden nieuwe donor. De vraag naar bloed zal er altijd zijn. Daarom verleent het Surinaamse Rode Kruis ondersteuning aan goede initiatieven voor organisaties die willen helpen aan bloeddonaties, zegt Thea Smit, directeur van het Surinaamse Rode Kruis. Elke dag zijn er mensen die bloed nodig hebben. En als we kijken naar naar de samenleving, is er sprake van vergrijzing. Dan moeten we steeds zoeken naar nieuwe donoren, jonge donoren. Daarom hebben we ook het programma van Club 25, waarbij we jongeren tussen 18 en 25 jaar eigenlijk, hoe jonger je opgeeft als donor, hoe meer voordelen de samenleving in totaliteit heeft van jouw donatie. Tot zover Thea Smit. Het is vandaag 24 april, Internationale Dag van Hospitality.
Ter gelegenheid daarvan organiseerde Marriott Hotel een persconferentie waarop de pers kennis heeft gemaakt met de gekozen personeelsleden die donderdag de Service Excellence Award in ontvangst mogen nemen. Het gaat om 7 personeelsleden van verschillende afdelingen die op uitzonderlijke wijze hun diensten hebben verricht het afgelopen jaar. Natasha Grandami, Director of Sales and Marketing, gaf in het kort aan waarop er is gelet bij de nominaties. Service Excellent Award, wat is er houdt het nou eigenlijk in? Wij hebben elk jaar of elke maand hebben wij wel dat we een Associate of the Month presenteren aan het team. Maar door de jaren heen hebben we gedacht dat we toch wel, los van de Associates of the Month, toch wel merken dat er associates zijn die toch veel meer doen dan er wordt verwacht van personeel. Dat is dat we als personeelsleden hebben. Morning. Zoals we het noemen binnen de hospitality wereld, die above and beyond gaan om de gasten in het hotel thuis te laten voelen. Ervoor zorgen dat onze gasten, wanneer ze eenmaal het hotel verlaten of het land, een blijvende herinnering hebben. Een hele goede herinnering of ervaring hebben gehad in het hotel. Het is het 2e jaar op rij dat het personeel van Marriott wordt gewaardeerd voor hun diensten aan dit hotel. 1 van de genomineerden gaf aan wat de aanleiding zou zijn geweest voor zijn nominatie. Ik denk dat dat gewoon heel simpel is. Love what you're doing. Kijk, Eureka is niet echt een brandje waarin je gaat stappen, maar ik ga doen voor geld. Maar geloof me, je krijgt gasten om je heen waarvan je denkt, maar hey, hoe moet ik met zo iemand omgaan? Je moet gewoon liefde ervoor hebben en het met je hele hart doen. Maakt niet uit hoe zwaar je dag kan zijn, hoe geïrriteerd je kan raken. Maar op het moment dat je bezig gaat zijn met gasten, je cliënten hier in het bedrijf, moet je het met liefde doen. En denk ik dat met liefde dat je gewoon altijd die extra maal gaat. Eureka is een leuke vak. Geen dag hetzelfde. Everyday learning new things. Maar de extra maal moet met liefde gedaan worden. Voor net wat mevrouw Buijnen al zei, je gasten kennen. Heel veel van onze gasten zijn frequent bezoekers. Dus we proberen altijd zoveel mogelijk onze gasten te kennen, te interacten met onze gasten. Ja, ik denk dat het is gewoon liefde voor een pak hebben. Love what you're doing and always give it your utmost best. De persconferentie vandaag was ook als aftrap richting het 10-jarig bestaan van Marriott Hotel Suriname in 2019. En het district Coroni is de afgelopen dagen in de schijnwerpers geplaatst door de veelbesproken Coprico Virgin Coconut Oil, die internationaal naam zou hebben gemaakt, maar het bewijs daarvan hebben we niet onder ogen gehad. Harold Mongo, oprichter van de fabriek Mohari Coconut Farm, vertelt over het proces van kokosolie. En alle dingen door die steden doen naar een proces. En in sap a proces van a proces lopen af. En in roko na nga wang sabi man ook toe. Lek van unu roko na nga wang u abi wang voedingdeskundige Jim Egers. En mi kan tegi a parati strak. En unu sang edu a roko, we hori na proces. So lek van a man taki bijvoorbeeld, if we moest doro 100, dan moest zorgen dat at 100 doro. Nou, wat unu e denki, nee na bigi konder dus u moest do onderen, nee. Proces nou een vreselijk sani. Je hebt mensen die jaren bezig zijn met een product. Maar een product nog door een proces aan rond af. En if a proces nog rond af, dan moet je sabi dat je mek wang af sani. En dat na a power. Volgens Monco wordt er geen gebruik gemaakt van pesticiden. Om plagen en insecten te bestrijden gebruikt hij middelen uit de natuur, zoals neem en finibita. Onlangs hebben de DNA-leden uit Coroni, Joan Wilson en Cleon Gonzalves Chardin de Ponte, de Coronianen opgeroepen om de ontwikkeling van het district zelf ter hand te nemen. Reden voor Monco om zijn aanplant uit te breiden. Het vergroot eigenlijk de capaciteit. Wanneer actie landt, want meer dan landt betaki. De one chari smaf kon in zijn naam voor prani krontom. If the one ju umpresi, we prana krontom en dat we chara schrijf kwaliteit disi en a kwaliteit disi na internationaal waarbij zijn naam kan
verdien ving. Nou, want actie aan a biggie man van konre voor knapu un bij. Alhoewel, me moest tegen was aan je. A biggie man zei je, a president. Mino, de stem in mitte wat mino man zei, me moest zei. A man ondersteun un a man de voer. A man, u moest power a man dat hij dat vandaag aan de dag u kon zo biggie. Je bent toch, a president er ook al. Monco roept de plaatselijke gemeenschap op om niet langer aan de kant te staan. Sinds 2011 timmert familie Monco aan de weg en werd de fabriek Mohari Coconut Farm op hun achtererf in Koroni opgericht. Dit was het Nationaal Nieuws. En dames en heren, een kleine mededeling. Er is een storing in het gebied, hier bij de STVS, dit gebied. EBS is bezig hier aan te werken. We zullen dus straks uit de lucht zijn. En bezoek ook de website stvs.sr. Goedenavond.